Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een Action shoplog voor je. Ik ben in zowel mei als juli naar de Action geweest. En ik heb die twee tassen bij elkaar neergezet. Zodat ik dus een shoplog heb van 2 maanden. Dus het is dus niet allemaal in 1 keer gekocht. Dus ja, ik ga je laten zien wat ik heb gekocht bij de Action. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik gewoon even zeggen. Kijk gezellig mee met deze video. De prijzen zullen zoals altijd weer in beeld te zien zijn. Mocht er een sterretje voor staan, dan heb ik iets gekocht wat in de aanbieding was. En zal de prijs normaal gesproken dus ietsjes duurder zijn dan wat ik bijvoorbeeld betaald heb. En dan begin ik eigenlijk met een heel basic item. En dat zijn waszakjes. Die van mij die werden heel slecht. En ik kocht ze eigenlijk voorheen wel eens bij Ikea. Maar ook als ik bij Ikea kom, vergeet ik om daar nieuwe mee te nemen. Nu zag ik dat Action ze ook had. Ik weet niet of ze heel lang meegaan. Hoeveel zitten er eigenlijk in? 2 stuks. Je krijgt hier 2 waszakjes. Dus ja, ik vind het altijd wel fijn voor ondergoed en sokken en zo. Om dat erin te stoppen. Dus dat vind ik altijd wel handig. Dan heb ik een Pet Plus handgel roller gekocht. Dat is deze. Hiermee kun je dus haar verwijderen. En deze kun je dus onder de kraan afspoelen en dan kun je hem dus weer hergebruiken. Het is dus zo'n gelroller. Ik heb ook zo'n gelroller in mijn tas. Maar je kunt dus gewoon eigenlijk van alles hiermee doen. Hier staat wel trouwens een hondje op afgebeeld. Maar ik ga ervan uit dat het voor kattenharen ook prima werkt. En er zit ook zo'n rubbertje aan. Dus dat is wel fijn. En het is ook fijn... ja, eigenlijk voor, ik weet niet of het op je kleding werkt, maar je bank en nou ja, andere dingen waar haar op komen, is dat natuurlijk ideaal. Dan heb ik een oogschaduwpalette van Fab Factory en dat is het Honey Palette. Daar was ik ook al een tijdje naar op zoek en nu lag hij er eindelijk. En ja, dit is een oogschaduwpalette met 18 kleuren erin die geïnspireerd zijn op honing. En dat is dit palette met, ja... leuke kleurtjes erin. Ik vind het wel leuk. En de namen zijn ook heel leuk. Dus daar ben ik ook wel weer blij mee. Soms duurt het best wel even voordat die palettes er eindelijk zijn. Maar nu lag deze er. Dan heb ik nog zo'n glitterlipbal meegenomen. Dit is het ontbrekende kleurtje wat ik nog niet had. Dus dat vond ik ook wel leuk. Ik ben wel heel erg benieuwd. Hij heeft een hydraterende formule en heeft een shimmer effect. En zou je lippen lekker zacht maken. Ik had al wat andere kleuren. Dus nu heb ik deze daarbij gekocht. Oh ja, dan heb ik een doekje gekocht om je schermen op te poetsen. Je kunt het gebruiken voor alle schermen. Het heeft gewoon een hand. Het is een ja, soft touch. En je kunt hem in de hand wassen. Hij is 15 bij 15. Schermen worden nogal snel vies. En nu heb ik wel zo'n spreetje. Maar dat doekje vind ik niet zo heel fijn. Dus ik dacht, nou, zo'n zacht doekje, misschien werkt dat wel. Dus ik ben wel benieuwd naar die. Hier zie ik de bon liggen. Die leg ik gelijk even apart. Want die heb ik natuurlijk nog nodig. Dan heb ik herbruikbare rietjes meegenomen. Ik gebruik heel veel rietjes en mijn rietjes die gaan ook best wel hard. En ik merk soms gewoon dat ik dan geen schoning meer heb. Omdat het ook altijd even duurt voor ze weer droog zijn. Als je ze schoonmaakt met wat wasmiddel. Afwasmiddel zou ik doen. Dan duurt het gewoon eventjes voor ze schoon zijn. Ze kunnen het in de vaatwasser. Ik heb deze leuke roze kleur meegenomen. Er zit ook zo'n... ja, schoonmaakdingetje bij, dus ideaal. En je krijgt hier, hoeveel zitten er eigenlijk in? 30 rietjes. Dus nou ja, je had ze in verschillende kleuren, dus erg handig. Dan heb ik deze etui gehaald. Het is een neon etui. Ik kom nog wel eens een etui tekort voor het een en het ander. Dus ik dacht, nou laat ik er eentje meenemen. En hij is eigenlijk voor potloden, maar je kunt hem natuurlijk voor van alles gebruiken. Ik merk gewoon dat ik soms wel een extra etuietje kan gebruiken. Dat ik denk, oh had ik nu maar iets waar ik het in kon stoppen. Dus ik dacht, neem ik deze neonroze mee. Die vond ik wel leuk. Even kijken hoor. Dan heb ik deze Pearl Glow meegenomen, Shimmer Glow. Ik was wel benieuwd hierna. Ik heb de andere varianten geprobeerd. Die gingen niet zo goed op mijn huid. Maar deze is wat lichter van kleur. Dus ik dacht misschien dat deze wel mooi zichtbaar is. Ik moet wel zeggen, op het plaatje staat wel weer een dame afgebeeld met een wat donkerdere huid. Dus daar zul je het sowieso heel goed op zien. Maar ik dacht, nou, kan het allicht eens proberen. Misschien dat deze kleur dan wel werkt. Want ik vind het wel heel erg leuk in de zomer om zo'n soort glow te hebben, zeg maar. Dan heb ik twee van deze schaaltjes. Althans, één vierkante en één ronde. Die liggen altijd bij de decoratie. En ja, ik vind het gewoon altijd heel erg leuk om te gebruiken bij het maken van mijn foto's. Dus vandaar dat ik twee heb meegenomen. Als ik mijn blogfoto's maak, vind ik het leuk om een product hier op te leggen. En deze zijn... ja, leuke formaatjes. Ik dacht, dat vind ik wel leuk. Dus die neem ik mee voor het maken van mijn blogfoto's. Een heel basic item, dat zijn de scheermesjes. Ik vind deze toch wel het fijnste. En ze zijn bij de Action het goedkoopst. Ik had laatst een keer een goedkoop setje gekocht bij de supermarkt. Die was ook eigenlijk voor mannen. Maar ze bevallen ook echt voor geen meter. Want ik vind ze helemaal niks. Maar deze vind ik gewoon heel erg fijn. Dus die ja, heb ik graag altijd even op voorraad. Dan heb ik ook wel dingen, dat heb ik in plastic verpakt. Of in een papiertje verpakt, omdat je natuurlijk geen papiertjes meer krijgt. En dat is dit leuke bordje. Ik had hier al een keer een mok van gekregen. Ik heb hier ook een heel erg leuk bakje van. En nu hadden ze er ook een bordje van. Het is een kat, dus die dacht ik, nou, die vind ik wel heel erg leuk. Die ga ik meenemen, want ja, dat vind ik gewoon heel erg schattig. Je hebt ze in diverse varianten. Ik denk ook gewoon heel erg leuk voor kinderen. Maar ik vond hem gewoon leuk, omdat hij bijpassend is bij mijn andere die ik al had. Ik stop hem gelijk even terug, want het zou jammer zijn als hij nu ineens kapot zou gaan natuurlijk. Dan heb ik een glow primer meegebracht. Die was nieuw. Dit is een primer waar dus een glimmend effect in zit. Er zit ook hyaluronic acid en een rose chip in. En ik dacht, ja, is wel leuk. Het is een long lasting primer, dus ik was wel benieuwd of deze zou bevallen. Leuk om gewoon een keer uit te proberen. Dan heb ik nog twee shirtjes en eentje is los en eentje die is gewoon vast. En dat zijn deze. Gewoon twee leuke t-shirtjes. Dit is een zwarte kleur, mag gewassen worden op 30 graden. Dus vond ik wel leuker uitzien. En heeft een beetje zo'n doorzichtig effect wat wel leuk is. Maar je ziet dan gewoon eigenlijk, het is wel netjes. Je ziet gewoon een kleine stukjes huid of zo. Dus dat is wel leuk. Maar ik heb hem dus ook in het wit en hier is hij los. Je kunt hem dus ook strikken aan de onderkant. Dat is zo leuk. Nu kun je hem even beter zien. Dit is dan de witte. En dan kun je hem aan de onderkant dus strikken, waardoor je een leuk speels effect krijgt. Deze zat niet in de verpakking, maar deze was los. Ja, ik vond het wel heel erg leuk om die te hebben. Dan heb ik nog een watercolor pencil en brush set. Dat is deze. Hier zitten dus 12 potloden in waarmee je kunt waterverven. En zo'n brush zit daarin. Dus daar kun je leuk mee gaan verven. Misschien vind je het leuk om hier een losse video van te zien. Kan ik altijd nog maken. Maar ik vond hem wel leuk. Ik dacht, dat wil ik wel proberen. Of dat het ook echt werkt. Even een beetje zoeken hoor, want niet alles loopt me helemaal zitten. Dan heb ik rotating stempels met een inktpad gekocht. En dat zijn deze. Dit is dus een stempel die roteert. Je hebt dus 12 verschillende stempels. Je ziet hier wat erin zit. En doordat er ook inkt bij zit, kun je hier dus mee stempelen. Dus dat vond ik er wel heel erg leuk uitzien. Dus ik dacht, nou, dat is wel heel erg leuk om te gaan proberen. Ik weet nog niet precies hoe dat werkt, maar dat gaan we natuurlijk vanzelf zien. Misschien ook nog eens leuk voor een video. Ik heb dus een rode variant en een paarse. En hier zitten dan natuurlijk weer andere stempeltjes in. Die ziet er dan zo uit. En ik heb een roze. En hier zitten natuurlijk ook weer andere stempeltjes in. Dus ja, vond ik er wel heel erg leuk uitzien. Dus ik dacht, nou, vind ik gewoon leuk om te proberen. Want ik ben wel van het stempelen. Ik vind dat gewoon heel erg leuk. Dan hebben we weer iets in papier. En dat is deze leuke mok van Super Mario. Ik had hem al online gezien en toen dacht ik, oh, die vind ik wel heel erg leuk. Er staat Peach op en allemaal Mario karakters staan daarop. Mario zelf staat er ook op. Die zit hier nu net verscholen, zeg maar, achter ja, het doosje. Maar het is wel een leuke mok. Ik vind Mario vind ik leuk om te spelen. Ik heb Mario Kart zelf. Maar misschien dat ik nog wel eens een andere Mario erbij wil doen. Er komen ook leuke nieuwe games van uit. Maar die vond ik wel heel leuk. En je hebt verschillende karakters. Dus eigenlijk ook heel erg leuk om zoiets cadeau te geven, denk ik. Ik zal hem even daar neerleggen. Want anders gaat het zich kraken natuurlijk. Dan heb ik nog een marble lipgloss. Je had deze officieel in verschillende kleuren. Helaas lag er bij de Action waar ik was maar eentje. Dus ik heb deze kleur meegenomen. Het is een rode. De laatste keer dat ik bij de Action was zag ik ze helemaal niet meer. Dus het is waarschijnlijk weer iets tijdelijks geweest. Maar het is gewoon een leuke marble lipgloss. Dus ik dacht, nou, dat vind ik wel leuk. Of het vaak het effect werkt is een beetje de vraag. Maar het zag er wel heel leuk uit. Dan heb ik een milkshake glas gekocht. Vond ik wel heel erg leuk. Ik heb sinds kort een blender en ik wil dus een milkshake gaan maken. Ik dacht, vind ik het wel leuk met zo'n glas. Er zit ook een stirrer bij. Dat is dus zo waarmee je, er zit aan de onderkant zo'n puntje. Hier kun je het beter zien. En dan kun je dus leuk je milkshake in doen. Dus ik dacht, ah, dat vind ik wel heel erg leuk. Dus die wil ik wel graag hebben. En dan zit hier nog een setje met sparkelglitters in. Die had ik laatst al een keer gekocht. Vind ik leuk om een keer te gaan proberen. En ik heb nu een setje met goud en roze. Dus eigenlijk voor een festival, maar ook wel gewoon ja, leuk voor bijzondere gelegenheden. Je kunt het ook in je haar doen. En nou, ik vond het wel gewoon leuk om te proberen. Dan gaan we door naar de volgende tas. Zo. Ja, ik weet wel waarom het gaat is, want er zitten ook cadeautjes in. Ik heb allereerst nog zo'n setje meegenomen met van die zakjes. En dit zijn van die afsluitbare zakjes. Het zijn eigenlijk van die food storage bags. En ik vind het dus heel erg fijn als ik mijn groenten heb afgehaald. Ik doe het meestal van tevoren. Dan doe ik het in zo'n zakje, die zip je dicht. En dan zet ik het in de koelkast neer en dan ja, staat het gewoon goed. Je krijgt... 2 zakjes. En je had ze in verschillende kleuren. Je zit 1 zakje van 1400 milliliter in en 1 zakje van 1800 milliliter. Dus zijn best wel grote zakjes. Ik vind ze zelf heel ideaal voor groenten. Maar je kunt ze bijvoorbeeld ook meenemen met fruit of wat je dan zelf ook wilt. Maar ik vind ze zelf wel heel fijn. Je kunt ze ook heel makkelijk schoonmaken. Ik zet ze gewoon in een beetje sop met water. En dan spoel ik ze goed uit, laat ik ze uitdrogen. En dan heb je gewoon weer schone zakjes die je steeds kunt hergebruiken. Vind ik zelf ook fijner dan steeds die plastic zakjes, zeg maar. Dan heb ik zo'n flyfan gekocht. Dat is zo'n ding die vliegen tegenhoudt. Dat is ook wel handig bij het eten. Als ik dan aan tafel zit te eten en laatst hebben we zoveel vliegen in huis. Dan komt er zo'n vlieg en als je dan deze neerzet, dan blijven ze weg. Ik weet niet, moeten hier batterijen in? Ik ga daar wel van uit. Nou ja, dat ga ik wel doen. Maar je kunt dan veilig eten. Ook wel handig misschien als je gaat barbecuen of zo. Ik hoop wel dat die goed is. Want ik vind wel dat dit ding een beetje hangt. Maar dat kan natuurlijk ook zijn omdat hij zo staat. Dus die kan ik dan mooi gaan gebruiken als ik ga eten. Want het is echt verschrikkelijk. Die vliegen overal bij. Dan heb ik 2 setjes met thema stempels gekocht. En die vond ik wel heel erg leuk. Er zitten 32 stempels in. Oh nee, wacht. Ja. Er zitten 8 houten stempels in. En ze hebben 32 illustraties. En ik heb een setje met deze gekocht. Ik weet niet precies wat hier allemaal in zit. Dit is een beetje, ja, het is allemaal heel verschillend. Een voetbal zie ik. Ik zie een gitaar. Er zit echt van alles wat in. En ik heb ook een setje met deze. Maar ik kan dus niet helemaal goed zien wat erin zit. Want dat staat er niet op. Maar het ziet er wel leuk uit. En ik vind stempelen heel erg leuk. Er zitten ook dieren in, zie ik bij deze. Dus dat zag er wel heel erg leuk uit. Dus leuk om te proberen. Dan ga ik het een beetje... Ik wil alles eigenlijk een beetje normaal laten zien. Maar ja, het is allemaal niet echt heel erg handig ingepakt. Dan heb ik ook nieuwe stempel inkt gekocht. Dit was nieuw en dat leek me leuk om te proberen. Misschien leuk ook in een video. Je krijgt hier 5 grote inkpads. En ik ben zelf dus heel erg dol op stempelen. Maar ik vond deze kleurtjes ook heel erg leuk. Dit is een beetje met groene tinten erin. Deze heeft dan ook weer wat rood-roze tinten. Ook wel heel erg leuk. Hier zit dan ook wel weer wat roze, oranje. En ja, het zijn gewoon allemaal best wel andere kleuren. Bruin zie je ook niet zo heel vaak. Nog een setje met wat blauwe en grijze tinten. De stempels zijn 7,6 bij 5,3. Er zitten dus 5 stempelkussens in. En nog een setje met deze kleurtjes. Dus ik vond het wel heel leuk. Dus mocht je denken, leuk om een video van te zien, laat het vooral eventjes weten. Oh ja, en ik heb ook nog deze grote inktset met stempels gekocht. Die vond ik ook wel leuk qua kleuren. Ik vind stempelen de laatste tijd echt weer super leuk. Dus ik vind het ook leuk om verschillende kleuren inkt te hebben. Dan heb ik een voetenbadje meegenomen. Dit is een opblaasbare. Je kunt het vullen tot 50 graden Celsius. Er kan 10 liter in en je moet hem dus wel opblazen. Elk voet zou erin kunnen, staat er. Maar ik zag dat en ik heb zelf ook wel zo'n ander voetenbad. Maar die moet, altijd in de stekker. En dat is niet altijd handig omdat ik een beetje stopcontact tekort kom. Dus ik dacht, nou, dit vind ik ook wel lekker. Vooral omdat het warme weer, dan even een lekker koud voetenbadje. Je kunt er ook iets van een bruisballetje of zo in doen. Maar ja, goed, je kunt hem dus hergebruiken als het goed is. Ja, dan moet hij niet lek gaan, want je moet hem wel opblazen. Maar ik vond het wel leuk, dus ik dacht, dat wil ik gewoon proberen. Dan heb ik 3 van die Drawing Collection boeken gekocht. En hier zit ook weer van alles in. Je kunt hier dus ook dingen in leren tekenen. Ik heb allereerst een versie met Home. Je hebt 14 papier sheets. Je krijgt er postcards in. Maar je hebt ook dus tutorials om te tekenen. Dat vind ik zelf heel erg leuk. Je hebt ook watercolor tutorials. Hoe leuk is dat? Handlettering tutorials. Je hebt ook kleurplaten erin zitten. Scratching tutorials en doodle tutorials. Ik vind het zelf wel heel erg leuk. Dus deze is van Home. En dan zal ik eens even kijken. Hier heb je bijvoorbeeld wat van die postkaarten erin zitten. Heel mooi. Ik kan hem niet te ver open doen. Maar dan ben ik eens even benieuwd naar zo'n tutorial. Kijk, hier wordt gewoon uitgelegd hoe je een bankstijl kunt tekenen. Hoe gaaf is dat? Ja, ik hou daar wel van. Ik vind dat echt heel erg leuk om te doen. Een complete keuken. Hoe leuk. Nou, ik wil dat zeker gaan proberen. Ik heb hem ook met fashion gehaald. Ook heel erg leuk. En dat is dan gewoon eigenlijk verder precies hetzelfde. Kijk, een hele mooie kleurplaat van een meisje zit er dan in. En dan kun je het er zelf aankleden. Even kijken. Nou, hier kun je leren hoe je iemand in bikini tekent. Nou, hartstikke leuk. En ook eentje met botanic. En dan kun je dus leren ook planten en bloemen te tekenen. Dus dat vind ik ook wel leuk. Dit zijn dan die soort papiertjes die erin zitten. En even kijken. Nou, kijk, dan kun je bijvoorbeeld leren om dit te tekenen. Ik vind het er super leuk uitzien, dus leuk om te gaan proberen. Dan heb ik deze gekocht. Het is een overtrek voor mijn strijkplank. Ik kreeg gewoon een tip van mijn moeder dat hij heel goed om de Ikea strijkplank paste. Ik heb gewoon zo'n standaard eromheen zitten eigenlijk. Die gewoon erop zat toen ik hem kocht. Alleen, ik vind het toch wel fijn om iets extra bescherming eroverheen te hebben. Je had deze in verschillende kleuren, maar ik vond deze kleur net de leukste. Als ze een roze hadden gehad, had ik die zeker genomen. Er zit cotton foam en veld in. En nou, die ga ik lekker om de strijkplank heen doen. Dat is gewoon ideaal. Moet je wel even de tijd nemen, hoor je van. Maar dat gaan we gewoon doen. Dan hadden ze ook het Wild Jungle eyeshadow palet. Daar was ik ook al even naar op zoek. En die lag er nu dus ook. Heel blij mee. En hier zitten dus hele leuke kleuren ook weer in. Deze is dan weer van Max & More. Die andere was van Fab Factory. Maar deze vind ik ook echt prachtig. En ik had hem alweer gezien en ik dacht, oh, elke keer hadden ze hem niet, maar nu hadden ze hem. Dus ook wel weer super leuk deze. En basic, dat zijn even de huishoudhandschoentjes. Die zijn bij de Action een stuk goedkoper en die van mij die gaan echt steeds kapot. Dus ik dacht, ik neem ze maar weer even mee. Meestal neem ik die wel in de M, want ik vind S dan net wat aan de strakke kant. En M zit prima, maar ik doe hier alles mee. Ik maak hiermee schoon. Eerder deed ik er ook mijn afwas mee. Nou, intussen niet meer af te wassen, maar dat soort dingen, ja, die doe ik daarmee. Dus anders krijg ik veel eczeem, dus ideaal. Even kijken hoor. Dan zag ik dat ze tape hadden voor een embossingapparaat. Nou heb ik zelf zo'n roller van de HEMA. Ze hadden ze bij de Action ook, maar die hoefde ik niet meer te hebben natuurlijk, want ik heb er al een. En toen dacht ik, nou, misschien dat die ook wel in die van de HEMA past. Ik weet niet of het lukt, dus ik kan het gewoon proberen. Ik denk het haast wel. Volgens mij is het allemaal een beetje bezig, maar ik vond deze kleurtjes heel erg leuk. Dat paars met roze. En ik heb dan ook twee blauwe kleuren, want ik heb nu inmiddels door hoe die werkt van de HEMA. En dan gaat het top en nog een zwarte, want die vind ik ook altijd wel heel fijn. Dus ik ben benieuwd of het past, maar dat laat ik nog wel eens in de vlog weten of dat lukt. Maar dat is ook weer zo'n tijdelijk iets, want dan hebben ze die machientjes weer wel en dan weer niet. Dus ja. Dan heb ik nog een body, hair en face glitter setje gekocht. Ook leuk. Valt ook eigenlijk onder het festival, maar ik vind het leuk om in mijn haar te smeren of gewoon bij mijn ooglook iets op te brengen. Dus ik dacht, nou, dat vind ik ook wel leuk. Bolletje leggen we gelijk apart natuurlijk. Nou, dan kwam ik dit tegen. Een Instant Tan Bronzing Cream die je af kunt wassen. Heeft een gold shimmer. Nou, ik ben zo wit als het maar kan. Dus ik dacht, nou, als je gewoon even voor één dagje dit wil gebruiken, is dat natuurlijk ideaal. Ik weet, ik heb ook ander spul, want dat gebruik ik ook wel regelmatig. Maar dat duurt altijd veel langer. Dus ik dacht, nou, voor een dagje is dit dan wel eens handig. Gewoon eens even kijken of het werkt. Ik weet helemaal niet of het werkt. Dus misschien is het wel veel te donker met mijn lichte huidje. Maar dat gaan we dan ook wel weer zien. Dus ik dacht, nou, gaan we dan gewoon proberen. Even kijken hoor. Alles ligt ook zo lekker door elkaar heen. Ik kom hier zelfs nog zo'n stempelsetje tegen van die inkpads met deze kleuren. Die lag nog onderin. Ja, dat gebeurt soms ook. Dan heb ik nog weer twee van de vochtvangers meegenomen. Hier heb ik er dus twee van. Ja, mijn huis is echt een zo'n grote vochtbende. Dus ik moet gewoon meer van die vochtvreters neerzetten. Dus ik dacht, nou, ik neem maar weer even twee mee. Dan kan ik in elke plek in huis wel zo'n ding neerzetten. Want het is niet normaal met het vocht. Zilvervissen en dat soort dingen. Nou, dat wil je gewoon niet. Dan heb ik nog twee matte liquid lipsticks meegenomen. In de kleuren blush en shy. Ik vind de matte lipsticks hou ik wel van, die liquids. Dus ik dacht, nou, die zien er wel leuk uit. Die wil ik wel eens proberen. Ze hadden twee kleuren. Misschien hebben ze er wel meer gehad, maar bij de Action waar ik was hadden ze dat niet. Ook hadden ze nu oogschaduwprimer. Dat is deze. Had ik ook nog nooit eerder gezien bij de Action. Dus ik dacht, dat is ook wel leuk. Beloofd long-lasting te zijn is grease-free. En nou ja, het zag er wel heel erg leuk uit. Dus ik dacht, nou, die ga ik ook proberen. Dan heb ik ook weer even zo'n set met spray meegenomen, want die van mij die was bijna op en ik gebruik dit dus voor mijn tv, voor mijn computer, laptop, camera, mobiele telefoon, daar kun je het allemaal voor gebruiken. Dus ja, en dat doekje dat erbij zit vind ik niet zo heel handig, vandaar dat ik dat andere doekje heb gekocht, maar die van mij was bijna op, dus ik dacht neem gewoon weer eventjes een nieuwe mee, dat is wel handig, zo'n refill. Dan heb ik nog een cadeautje voor Lente gekocht. En dat is deze bubbelfontein. Lente die is jarig geweest en die viert het nog. En ja, hier komen dus eigenlijk gewoon bellen uit. Een soort bellenblaasfontein is dit. Dus dat is wel super leuk. Zij houdt heel erg van bellenblazen, maar ze vindt het soms een beetje moeilijk. Dus met zo'n fontein is dat wel super leuk natuurlijk. En ja, er zit echt een heel mini potje met sop bij. Ik denk ook dat de batterijen in moeten, dat weet ik allemaal niet precies. Dus ik heb daarbij ook gelijk maar eventjes een sop gekocht. 1 liter sop, die is ook voor deze. Ja, Dus ik dacht, nou, dan kan ze in ieder geval eventjes voldoende bellen blazen. Want ik vind het ook zo flauw, weet je. Er zit zo'n klein beetje sop bij. Ik denk, dat is gewoon niet leuk. En ik heb ook nog een bronzen highlighter meegenomen. Die zag ik ook nieuw liggen. Dus ik dacht, daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar om eens te gaan proberen. Dus die vond ik er ook wel heel erg leuk uitzien. Dus ja, ik dacht, die neem ik ook even mee. Dan heb ik ook een aantal nieuwe eyeliners. Ik had ook een roze, maar die roze die is op de een of andere manier verdwenen. Dus ik weet niet waar die gebleven is. Maar ik heb een 2-in-1 stamping eyeliner in de Galactic Sparkle kleuren. Maar ik had dus ook de roze, maar die roze, ik weet niet waar die gebleven is. Het is heel raar. Maar ik heb dus nu een paarse, dus dat is wel heel erg leuk. Misschien ook leuk voor een video. En ik heb een groene. En een blauwe, dus daar kun je dus gewoon leuk ja, ook weer looks mee maken. Er zit dus een stempeltje aan. Dus ik ga nog even kijken waar die roze is gebleven, want ik weet dus niet waar die is. Dus dat klopt niet helemaal. Maar goed, die heb ik in ieder geval ook meegenomen. Dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Dan waren dit alle dingetjes die ik dit keer bij de Action heb gekocht. Ik ben er wel weer heel erg blij mee. Ik ga het lekker gebruiken en ja, sommige dingen die... waren ook gewoon echt even nodig. Ik ben eigenlijk benieuwd wat jij het leukste item vindt wat ik heb gekocht. Of misschien vond je niks leuk. Dat kan natuurlijk ook. Of ik ben wel benieuwd of jij de laatste tijd nog leuke aankoopjes hebt gedaan bij de Action. Laat het zeker eventjes weten. Mocht je ergens nog een video van willen zien, eventueel van de creatieve dingetjes, laat het dan ook zeker eventjes weten. Ja, ik wil je voor nu in ieder geval eigenlijk heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het weer leuk vond, deze video. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dus op het rondje van mijn gezicht drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!